stuk te worden. Nee. Pak hem. Dat hoort niet, dat hoort niet. We spelen vandaag in het Gooiland en het is, er is een gala van de school van Hinnen. We zijn nu een beetje aan het soundchecken. Ja. Ik heb net één kick gedaan en toen kwam er al iemand klagen dat het geluid te hard was. Was de soundcheck ook? Foto's aan het uitkiezen. Waarvoor? Deze via ons toursouvenir. Ik sta er gewoon een beetje gay op. Op deze ook op. Nou, dat vind ik beter. Maar die minder dan die andere. En daar is Roderick. Roderick en Bart gaan zo meteen eventjes onze kerstcover inspelen. Dat is wat we net hebben ontdekt. Dat hier een Chinees beslaat. Hiermee scheert had ze. Ja, ja, ja. Oh, lekker in het pekel eruit zien. Ah! Dirt! Jok, wat doe jij? Voor de film. Ja, ze pesten zijn. Wat doe je niet? Dat jij dat ook echt hebt. Ik vind die Lego. Ik kan eigenlijk nooit zelf met. Maar dit is wel moeilijk. Ja, dit is kut. Nee, lekker spelen. Het volgende nummer heet Worst Sweat Award. Ja, ik dacht dat het erger zou zijn, maar ik was wel een beetje nerveus, maar zoals altijd. Maar waarom was je nerveus? Ja, omdat het mijn eigen schooltje is. Omdat je eigen school is? Ja. Dus er waren allemaal klasgenoten. Ja, ja. En die lopen me altijd af te zeiken, maar in echt vinden ze het dan wel weer leuk. Ja, echt kut. Nou, leuk hoor. Rusten. Kijk eens. Rusten. Goedemorgen, met Jochem Windhoek. Wij zijn op weg naar Amersfoort en in één keer ruikt het heel erg naar brand. Daar is de wegenwacht hoor. Onze redders in nood. Het is inmiddels bijna 7:30. We zijn behoorlijk veel te laat, maar de ANWB heeft onze bus weer gefixt. En de camper zit weer vol en we gaan weer door naar Amersfoort. Dit is goed. Superleuk. Linda doet het even hoor. Doet hij even. We zijn eindelijk klaar. Op die school, dus we gingen onderweg naar Roermond. En wat gebeurt er met de camper? De olie is op. Gelukkig hadden we daar nog een flesje van bij ons, dus er wordt nu even vakkundig vervangen. Waarom gaat het niet open? In de school, ik wil even niet praten. Ik ben zijn manager, dus ik moet voor hem praten. Inne. Wat vond je van vanmorgen? Ja. Hij vond het wel lachen, maar hij was wel erg moe. Erg moe. Oké. Okay. Alleen maar ik kan niet voelen. Oké. Het is 16:45. Om 17:00 gaat die winkel dicht. Ja. We komen hier echt lekker over het laatste nippertje aanrijden. Yeah, yeah, yeah.
Maar in ieder geval, zoals ik bij jullie op de website even gezien heb, en dat vind ik wel heel tof, de interactiviteit elke keer, van die korte docu's. En, ja, in ieder geval, de promo van jullie kant ziet er wel heel goed uit. Dus. Ik heb nog nooit zo verlangd naar die gele M. Is die niks? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik heb wel eens lekker gegeten. Het gaat niet om eten bij de web, het gaat om een totaalervaring. Dus een experience. Nou hoor.